Hey kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Sam en leuk dat je kijkt naar deze 200 abonnees special. Oh my god, ik ben super blij dames en heren, super bedankt. De muziek die jullie op de achtergrond horen, ik begin al gelijk daarmee. Dat is Born To Do, dat is een muziekvideo die mij super erg heeft geholpen en rap. Echt een hele goede motivatie, ik heb echt super goed. Dus ik zet hem in de beschrijving, als je hem zelf ook wil luisteren, goed. Maar super bedankt gewoon voor 200 abonnees. Jullie zien op de achtergrond een Minecraft Survival Games gameplay. Terwijl ik nu bijna dood ga, want ik schoot het live erachteraan. Hey. Maar super bedankt gewoon dames en heren. In een half jaar tijd heb ik 200 abonnees. In 100 abonnees naar 200 abonnees in een half jaar, dat is voor mij heel erg veel. Ik bedoel, ik heb dat nog nooit bereikt. Echt, nog nooit. Gewoon het driedubbele van mijn andere record, denk ik. Dus super bedankt, dames en heren. En het gaat alleen maar beter en zo. En dat komt door jullie. Jullie hebben mij gesupport en zo. Sinds het begin. Ik wist al toen ik begin met YouTube. Ik had, hoeveel abonnees had ik? Ik had, clean pick-up. Nee, jammer. Dit is wel jammer. Dat ik geen pre-clean niet had. Perfect. Maar, opeens, weet je, opeens gaat het weer geweldig en zo. Ik ben eerlijk, ik ben nooit gaan stoppen met hopen dat ik het zou bereiken. En nu heb ik het bereikt. En ik weet niet, ik ben een beetje overweldigd. Maar dat laat me ook weer merken van, weet je, als je maar iets graag genoeg wilt, kan je het bereiken. Dat is het enige wat ik weet. Ik bedoel, als je maar graag genoeg wilt. Ik bedoel, één man kan deze hele wereld veranderen. En dat is waar ik ook een beetje deze video over hebben. Een beetje motivatie voor jullie ook. Want ik heb nu 200 abonnees gehaald. Ik wist niet dat ik dat ooit zou behalen. Dat meen ik echt. Dit klinkt raar, want ja, de meesten denken dat, 200 abonnees is niet zo makkelijk. Maar geloof me. Ik had echt niet verwacht dat ik dat zou halen. Ik dacht, dat ga ik niet halen, weet je. Dat dacht ik gewoon. Tegen die tijd ben ik al gestopt ermee. Maar nu sta ik hier met 205 abonnees. En gaat alles geweldig qua YouTube gebied. En houden jullie me op de been als iets fout gaat en zo. En het doet me denken van, weet je. Eerst dacht ik van, als iemand voetballer wil worden. Ja, dat is alleen voor de speciale weggelegd, hè, onder ons. De speciale mensen, die zullen zoiets halen. Die zullen ergens hoog worden of zo in iets. Die zullen later pas in een mooie auto rijden. Maar dat is helemaal niet zo. Want dit heeft me allemaal laten denken van, je komt er als je maar hard genoeg werkt. Als jij er alles aan doet dat je het gaat halen, dan kom je er. Niks kan je stoppen dan, geloof me, niks. Ga er gewoon voor. Ga er 100% voor. Want je kan het. Luister naar mij. Je kan het. Echt waar. Want de mensen die hard werken, die gaan er komen. Geloof me. Werk gewoon hard genoeg. En uiteindelijk rij jij in de dikste auto die er is. Of ben jij de beste voetballer in de wereld. Het kan. Weet je. Een mens is niet speciaal. Niemand is geboren met talent. Of weggelegd voor iets. Dat is niet zo. Dat is nep allemaal. Dat weet ik zeker. Die mensen die hebben hard getraind om te komen waar ze zijn. Hebben jullie ooit een voetballer gehoord dat hij niks heeft gedaan om voetballer te worden? Nee, die voetballers hebben gevoetbald tot ze er komen. En dat is met alles wat je moet doen. Je moet doorgaan tot je er bent. En dan kan je lekker in die haat in zijn gezicht lekker uitlachen van, ik heb het gehaald. Zie je nou, ik heb het gehaald. In je face, man. Echt, dat is gewoon hoe je moet denken, denk ik. En ja, weet je. Ik bedoel, toen ik begon met YouTube, ik had een laptop van 150 euro tweedehands. Oh nee, heb ik al verteld, hè? Dat heb ik al verteld volgens mij. Ja, dat heb ik al verteld. Fuck mij. Ja, herhaling. Maar gewoon super bedankt, weet je. En nu ik 200 abonnees heb, gaat er verandering komen, dames en heren. Jazeker. Ik heb nooit gelogen tegen jullie. En daarmee bedoel ik van, ik heb nooit gelogen dat mijn droom 100.000 abonnees is. Dat is echt zo. Weet je? En nu denk ik ook echt dat het mogelijk is voor mezelf. Dat ik het echt kan halen, 200 abonnees. Ik bedoel 100.000 abonnees. Ik weet dat het veel is, maar hoezo niet? Als ik door blijf gaan, dan kom ik het gewoon ooit, denk ik dan. Weet je, als ik maar gewoon vooral door blijf gaan, denk ik dan. En dat is ook wat ik ga doen. Ik ga lekker door met YouTube, omdat ik het leuk vind. En dat soort dingen. En ja, weet je, alles wat erbij komt kijken is leuk. Ik bedoel, ik ben gewoon zo blij, gewoon. Ik ben echt overweldigd gewoon met
ja, gewoon het gevoel. Het is gewoon geweldig. En ik ga jullie nu vertellen wat de veranderingen zullen komen op mijn kanaal. En dat bedoel ik mee van 100.000 abonnees zullen graag. Ik ga veel serieuzer aan YouTube doen. Ik weet dat ik elke dag 2 keer upload. En dat is niet weinig, geloof me nou eens. Ik besteed er best wel tijd in. En sommigen zeggen altijd tegen mij van Sam, je kan beter je video's editen en dan minder uploaden. Bijvoorbeeld 1 keer per week. Maar ik weet niet, dat voelt gewoon niet goed. Ik ben een let's... Kijk, wat mensen moeten begrijpen is, ik ben een let's play kanaal. In een let's play hoor je niet veel te editen. Een let's play is gewoon een game afmaken en naar video's maken. En dat is wat ik doe. Dus ja, weet je, dat is wat ik wil. En ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ik moet even focussen op dit gevecht. Oké. Oh, streams, boys. Kom maar terug, Jochie. Kom maar terug. Oh, nee. Oh, ik heb hem. Ik dacht er al cadeau. Maar ja, weet je, bedankt. Gewoon, nog 1 keer bedankt. En wat ik nou wil zeggen, en nu moet ik echt tot dat punt komen, want dit gaat niet goed. Er komt iets aan, oké? Ik heb het al een keertje gezegd in een video, en het komt eraan. Hij had een stone sword, waar is die? Dit pik ik niet, hè? Ik wil die stone sword gewoon, boeien. Ga nou door. Zak maar door. Door. Oké, nu moet ik wel even boven water gaan. Oké, weet je wat? Boeien, fuck die stone sword. Maar er komt merchandise. Ik ga mijn eigen kledinglijn beginnen, dames en heren. Wat vinden jullie daarvan? Hebben jullie daar zin in of niet? Ik weet het niet. Ik weet niet of het gaat werken. Ik ga geen hele grote investering doen. Ik kan maar gewoon een paar truien en shirts bestellen. Maar ik heb super vette ideeën al wat ik erop ga doen. Het kan wel heel erg heel lang op zich laten wachten. Ja, waarom? Omdat ik moet nog die hele design laten maken en dat soort dingen. Dus het kan heel lang op zich laten wachten. Maar het komt eraan. Een van die truien ga ik alvast tegen jullie vertellen. Ga ik alvast spoilen. Is eentje met Theodor erop, dames en heren. Oh, de lieve paardje Theodor. En heb je nou ideeën? Laat het achter in de reacties wat ik als goed gebruik. En heb jij nou een goed idee? Dan ga je er eentje gratis krijgen. Dus als ik die idee ook daadwerkelijk ga gebruiken, krijg je hem gratis. Bij alle truien en shirts die je bestelt, er komt ook een handtekening op en alles. Dus ja, weet je, er komt heel veel bij dan alleen een trui of shirt of wat er ook allemaal komt bij. Dus ja, dat alvast. Maar oké, weet je, ik denk dat dit het wel was. Na de potje ga ik deze video eindigen. Dames en heren, nog 1 keer super bedankt voor alles. Meer dan 600 video's op mijn kanaal. Dat is niet niks, zoals jullie denk ik wel kunnen begrijpen. Ik heb er heel hard voor moeten werken. En dan ben je er. Dan weet je, dat is gewoon goed. Oh, nee. Ik moest hem niet. Waarom sloeg ik hem? Oh, ik ben zo dom. Ik heb wel heel veel damage bij hem gedaan. Waarom gaat hij nu niet op hem af dan? Waarom ga je niet op hem af? Jullie zijn even low. Maar oké, dames en heren. Ik wil jullie allemaal graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering van de 200 abonnees special. Vond je nou leuk? Beloon dan alsjeblieft een blij duimpje. Klik op abonneren. Het hoeft niet, want het is maar een bedankt video. Maar als je het leuk vindt, ik waardeer het heel erg. En alle reacties en alles wat jullie doen. Dus ja, super bedankt. En ik zie jullie gewoon de volgende keer weer bij wat voor video je ook van mij kijkt. Tot dan. Doei.